Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie mijn 200ste video hier op ShadowGames23. En ja, ik ben een speciale video voor de 100ste video, ben ik vergeten. Dat spijt mij enorm, maar ja, mijn uploadschema die liet dat helaas niet toe. Maar goed, ik speel hier op Vertigo Team Deathmatch met Sniper. Jullie zagen mijn class net wel, ik heb niet echt opgelet. Maar ja, dat is het eerste potje waarmee ik speel met deze Sniper. En ik moet toegeven, het is best wel een lekker potje. De gameplay lagt een beetje volgens mij, ik weet niet, misschien heb ik met PvE er geen zin in, maar... het zal allemaal wel. En wel hiernaast jullie ook nog een gameplay van de AN94 op... Wat was het ook alweer voor map? I don't know. Die soort map waar je zo'n middenstraat hebt. Die zo ja, met een bocht loopt en die gebouwen aan de sterkant. Ik weet het niet, zie straks wel. Maar ja, daar haal ik mijn AGR en stealth chops. Mijn allereerste stealth chopper die ik haal. Ik weet het, Call of Duty noobie zo. Nou, ik haal de laatste best wel hoge killstreaks. Ik merk wel dat ik echt enorm beter in ben geworden. Maar ja, mijn tweede AGR of derde AGR, ik weet het niet. Maar goed, dat zien jullie straks allemaal wel. Komt ook nog een leuke video over binnenkort. Van hoe je die moet halen en zo. Want wel, het is echt een hele leuke killstreak setup. En ja, maar goed. Ik ga het dus vandaag met jullie hebben over ShadowGames23 in het algemeen. En ik ga het met jullie hebben over de ruzie die speelde tussen Jeroen, ik en Johan. Die ook naast speelde. Speelt nog steeds wel een beetje. We doen er niet echt veel meer mee. Maar ja, ik heb op zich niet echt meer behoefte aan contact met hun. De reden daarvoor is, er is gewoon het een en ander gezegd. Ik ga er niet in detail optreden, dat doe ik gewoon niet. Want wel, het is gewoon iets tussen Jeroen, ik en Jordi. Maar er is dus wel het een en ander gezegd. En daarom heb ik dus besloten om gewoon te zeggen, gewoon, ik stop ermee. Ik ga gewoon weer in mijn eentje verder samen met Joran en met Tim. Dat is niet echt in je eentje, maar goed. Dus ja, ik zal niet echt meer video's gaan maken samen met Jordi en Jeroen. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik weet het niet, zeg nog niks over. Ik zeg ook niet dat ik het niet goed ga maken. Ik zeg ook niet dat ik het wel goed ga maken. Ik zeg de hele helemaal niks over. Maar je weet maar nooit natuurlijk. Dus ja, maar goed. We gaan in principe nou allemaal ons eigen weg. Jordi en Jeroen werken nog steeds wel samen, maar ik ga niet meer met hun samenwerken. Voorlopig in ieder geval niet. Omdat het dus wel... We hebben dus in principe wel ruzie en heel veel mensen was daar onduidelijkheid bij over. En wel, dit is dus in principe ja, wat ik kan vertellen naar jullie. Want ik heb zelf ook geen zin om alles te gaan vertellen. Wat er nou precies is gezegd en alles. Dat doe ik gewoon niet. Want wel, het is niet leuk voor hun en het is ook niet leuk voor mij. Want wel, het zijn nog steeds wel gewoon, als je dit bekijkt... En best wel aardige jongens, maar het klikt er gewoon niet tussen ons. Dus ja, dat heb je gewoon soms. Je kunt niet alles en iedereen aardig vinden. Zo simpel is het gewoon. Maar goed, tot zover die ruzie dus. Ik ga er verder niet meer over kletsen. Ik wil het ook gewoon, ik wil ook niks meer over horen. We werken niet meer samen. Er komen waarschijnlijk wel een paar video's van ons online. Die had ik toen al opgenomen. Misschien wat Hunger Games, dat weet ik allemaal niet. Maar ja, dat zien we later allemaal nog wel. Maar goed, ik ga dus veel meer doen met Jordi en Tim. Tim en ik die plannen wel om weer een survival serie te doen. Want wel, voor de echte diehard Super ShadowGames 23, die er echt vanaf het begin zijn. En dat bedoel ik niet het begin van mijn ja, eerste video met die gaming setup. Nee, maar daarvoor was ShadowGames 23 er ook al. Dat was zo rond de kerst volgens mij was ik toen begonnen. En wat toen had ik Spellbound Caves, de Angry Birds Space Playthrough, de Dual Survival met Tim. Dat is zeg maar de serie waar we echt zeg maar mee zijn begonnen en alles en wel dat willen we weer terug gaan brengen. We zijn echt benieuwd hoe dat zal gaan. Alleen het is nog een beetje kijken, want Tim die heeft computertijd. Klinkt misschien heel stom, maar ja, dat is nog helemaal zo. Dus ja, misschien kan hij daar wel wat in regelen. Dat weten we allemaal niet. We moeten nog een beetje kijken van hoe we dat gaan doen. Misschien gaat het ook wel niet door. Dat weten we niet. Misschien wel met Joran erbij. Misschien wel gewoon met z'n drietjes. Multicraft Season 2 of zo. I don't know. Moeten we maar even kijken. Natuurlijk gaat Skyblock door. Dat is echt gewoon een awesome serie. Na Skyblock gaan Joran en ik denk ik verder met Arctic Abyss. Dat is echt een super epische map. En wat ik ga het hier nog vooral over hebben in de zondag vlog. Dan ga ik het hebben over hoe de Pokémon playthrough ervoor staat. Over een nieuwe game die ik misschien ga spelen als jullie hem graag willen zien. Maar ja, ik wou gewoon dit even aan jullie kwijt. En natuurlijk loopt Ronald speelt Minecraft ook gewoon echt als een trein. Ik heb er zoveel episodes van. Op dit moment als jullie de video nu kijken. Dat zal waarschijnlijk ook wel vandaag zijn dat ik hem opneem, de 20ste. Heb ik nog 10 extra episodes van Ronald speelt Minecraft op mijn computer staan. Dus ik heb in principe nog voor 10 dagen extra Ronald speelt Minecraft. Dus dat is best wel episch. Daarom upload ik dus ook iedere dag Ronald speelt Minecraft. Want ik heb ook echt lol in die serie. En ja, ik ga er gewoon mee verder. Maar goed, ik wil het even met jullie gaan hebben over überhaupt ShadowGames 23 in general. Dus mijn kanaal en wel de outro, de intro, dat soort rotzooi allemaal. Nou goed, mijn intro is gemaakt door... Fuck. I don't know. Maar zijn...
Zijn kanaal staat hieronder in de reacties, zodat jullie het echt makkelijk op kunnen klikken of jullie die hele beschrijving door. Dus ja, gewoon even naar die reacties gaan en daar vind je zijn kanaal wel. We gaan nog wel een keer een duel doen. Moeten we even kijken. Wanneer we dat gaan doen, want ik heb het eigenlijk best wel druk en niet echt tijd voor duels. Dan moeten we misschien even in het weekend of zo, dat weten we niet. Maar dat zien we dan nog wel. Dan ga ik ook nog... denk ik een nieuwe YouTube-banner maken, dat weet ik niet. Voorlopig in ieder geval nog niet, want wel, ik heb Photoshop niet en wel, dat deed ik echt met Photoshop. Dus ja, dat wordt denk ik in juli, want wel, ik kan in begin juli die, de schijf kopen. Dus dat is wel fijn. Hey, Siberian Camo zag ik net, dat is cool. Maar ja, ik ga dus in begin juli die schijf kopen en... dan kan ik dus ook wat meer met mijn t-shirts verder. Want ik ga echt met mijn t-shirts verder. En ja, ik heb al best wel wat leuke designs. Zoals deze Yolo Polo Cats t-shirt. Mijn nieuwe logo. Ik heb een ja, nieuw logo. Of nou ja, een wat geüpgradere versie, zeg maar. Ik vind dit logo echt wel boss. Vooral de achtergrond. Het logo wat Jordi heeft gemaakt, dat is in principe goed. Ik wou hem ook wel laten. Maar ik zat gewoon eens wat te kijken. En ik vond deze Winnie de Pooh dat toch wat er beter uitzien. Want die andere die hing een beetje. En wel zag niet echt heel mooi uit. Dus ja, ik heb er wat andere gemaakt. En ik vind het best wel gaaf. En wel, ik wil ook een, ja, iets van een andere banner of zo. Ik wil het hele Ninecat ding misschien weg gaan doen. Ik weet niet wat ik daarmee ga doen. Dat weet ik dus nog niet. Maar dat zien we het later allemaal wel. Kijk, ik vind Ninecat best wel leuk, maar het is gewoon zo, what the fuck, man. Waarom heb je Ninecat op jouw kanaal staan? Dus ja, ik vind de achtergrond een beetje uitgerekt en alles. Het is gewoon, ik kan wat fine-tuning gebruiken. Ik ga sowieso die Winnie de Poes en Shadow Games 23, dat laat ik. Maar ja, ik ga in ieder geval wel, denk ik, iets anders doen met de achtergrond en zo. En Ninecat haal ik dan denk ik weg. Ik weet niet wat ik doe. Daar zet ik dan een I don't know onder. Echt, het is allemaal wel. Maar even kijken... Ik heb nog aardig wat tijd vol te lullen. Natuurlijk gaat de durpsoe verder. Ik heb daar zoveel lol mee. De durpsoe, daar zijn we nou ook veel meer op de helft mee. Dat is ook best wel gaaf. Want wel, als de durpsoe is afgelopen. Dan is denk ik Route to Gold ook wel afgelopen. Want wel, dat gaat ook best wel goed. Dat weet ik niet. Maar zo rond die tijd. In principe na de zomervakantie schat ik ongeveer. Dus dan gaan er heel veel series tegelijkertijd aflopen. Ik denk de series die dicht op elkaar gaan aflopen. Dat zijn de Route to Gold serie. De Durpsoe-serie en de... oh mijn god. Skyblock-serie. Dus ja, naar Skyblock hebben we alle vervanger voor. De Durpsoe en... oh mijn god, hoe heet het? De andere game nou ook alweer? Road to Gold, ja. Daar heb ik nog wel wat, wat andere ideeën voor. Vooral voor... na de Durpsoe, wel Arx Must Die, Angry Birds, Lego, DC Super Heroes. Ik ga denk ik wel DC Super Heroes doen, dat is eenmaal eens afgelopen een beetje. Dus ja, dan moet ik even kijken of jullie het echt graag willen zien. Het lijkt me echt heel leuk om een Lego game te spelen, daar niet van. Maar dan wil ik wel eerst even een wired Xbox controller hebben, zodat ik die op mijn PC kan aansluiten. Dus gewoon zo'n USB kabel zo aan de controller, zeg maar, kun je gewoon kopen in de winkel. Gewoon bij de normale Xbox controllers en dan staat er wel bij wired. En... ja, dan kan ik het een stuk makkelijker spelen. Dus dan ga ik denk ik wel dat gebruiken. Maar dat is nog even kijken. Die dingen zijn €40 of zo. Dat is in principe niet heel veel geld. Maar ik moet gewoon even kijken wanneer ik dat precies allemaal ga kopen. Ik denk wanneer ik ook de playthrough ga beginnen, denk ik. En dan mogen jullie uit een paar Lego games kiezen natuurlijk. Want wel, ik zeg wel, ik ga die superheroes doen. Maar ik heb ook nog Star Wars. Dat is ook een epische game. Ik heb Lego Harry Potter. En waar ik misschien ook nog achteraan wil... Oh ja, Overflow, zo heet het die map. Lolcats. En waar ik ook nog achteraan wil is Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Dus ja, het zal denk ik gaan tussen die superheroes en Clone Wars. Maar jullie mogen natuurlijk ook gewoon Harry Potter en de normale Star Wars van de 4 tot en met 6 doen, want die heb ik. Ik heb niet de, de complete saga, dus ja, ik denk dat ik als ik Star Wars ga doen, wel ja, de Clone Wars wil doen. Dus vergeet maar even dat ik die andere Star Wars zei. Doe maar gewoon even Clone Wars, oké? Dus ja, maar goed. Tot zover dat. Oh ja, ik speel by the way ook Kill Confirmed. Dat is ook wel een hele belangrijke bonus, want dan krijg je extra ja, points, zeg maar. Dus ja, maar goed, eens even kijken. Ik ga denk ik wel na de Road to Gold serie verder met een ja, nieuwe Road to Gold. Maar ik wil daartussen wil ik eerst even een kleine minigame serie, flashplayer ding doen. Dus bijvoorbeeld Arx Must Die of zo, weet je wel. Dat is een paar episodes en dan is dat klaar en dan kan ik daar iets ja, anders toewerken, zeg maar. En dan ga ik natuurlijk nog, als Ronald's Minecraft is afgelopen bij episode 100, dat zal zo rond het winter zijn, denk ik. Het zou me echt cool lijken als ik op ja, eerste kerstdag de laatste aflevering van Ronald's World Minecraft heb. Dat zou me echt wel episch lijken.
En zo niet, dan gaan we op eerste kerstdag beginnen met Rona speelt Minecraft seizoen 2. Jawel, jawel. En wel, ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Ik ga sowieso mods installeren. Ik ga wel veel met mods te werk dan, denk ik. En ja, ik ga denk ik wel... Ja, misschien met multiplayer of zo. Dat weet ik allemaal niet. Moet ik allemaal maar eens even gaan bekijken. Maar ja, oh mijn god, mijn monitor valt uit. Help, help. Oké, maar goed, tot zover dus in principe de series. Ik ga niet echt verder over lullen. Als de tijd daar is, dan zal ik nog wel wat updates video's erover maken. Waar ik het even met jullie over wil hebben, zijn mijn stats van likes en comments en views en dat soort rotzooi allemaal. Ik bedank jullie echt zo enorm voor de 45.000 videoweergaves. Moet je even kijken, ik heb 400 abonnees en 45.000 videoweergaves. Laten we even zeggen... 40.000. Dat is dus in principe 10 views per sub. Dat is in principe best wel episch. Natuurlijk heb ik wel wat inactieve subs. Kijk, ik ben ook bij Doing Movies erop geabonneerd. En natuurlijk kijkt niet iedereen mijn video's. Anders zou ik 400 views onder iedere video hebben. Wel, dat heb ik dus niet. Maar ik heb er ongeveer 100. Dus het is in principe best wel goed qua views. Daar lul ik echt niet over. Waar ik wel een beetje over lul zijn de likes meestal. Want ik haal best wel veel... positieve likes, maar er zijn ook gewoon een paar no-life mogotjes die ook gewoon constant mijn video's disliken. Gewoon dan kijken ze de video niet eens. Ja, want dan komt die online en 5 minuten daarna, terwijl die video een kwartier duurt, heb ik al een dislike. Dus ik heb dan gewoon zoiets van, als je een dislike achterlaat, kijk, dat is gewoon de hele video. En als je ook een dislike achterlaat, zet het ook in de reacties waarom je dat doet. En kom niet aan kijken, aan kakken, aan kijken. En ik kom niet aan aanzetten met, ja, je bent lelijk. Of, je bent dom, je klinkt kakkerig. Je klinkt weet ik veel wat. Maar ja, kakkerig klinkt, jongens. Ik klink eigenlijk helemaal niet kakkerig. Ik praat een beetje zo om het duidelijk te maken voor jullie. Want ik praat meestal best wel snel. En ik heb ook best wel veel te vertellen altijd aan jullie. Dus als ik dan wat duidelijker praat, dan komt het ook wat beter naar voren. Heb ik wel gemerkt. Want vroeger ja, klonk ik echt helemaal niet zo. Maar nu wel, want ik probeer gewoon alles duidelijk te zeggen. Omdat ik meestal altijd veel te vertellen heb. Capiche? Dus ja, maar goed. Dus laat gewoon even... achter in de comments als je een dislike achterlaat, waarom? Ik zeg, ja, je deed dit verkeerd in de video, je deed dat verkeerd. Of ja, je kunt ook niet zeggen, je bent er niet goed in, want wel, daar schiet ik ook weinig meer op natuurlijk. Kijk, dan mag je wel een dislike voor achterlaten natuurlijk, want dan weet ik waarom, ja, waarom ik dat niet meer moet spelen in principe. Kijk, als je dat zegt bij Road to Gold, dat is gewoon heel, heel YOLO Polo Cats, want er waren echt een paar mensen die zeiden echt gewoon, je bent slecht in het begin van mijn Road to Gold serie. En wel, probeer jij maar eens, ja, wanneer je met een KSG speelt voor de eerste keer, ja, voor de eerste keer, dan 13 kills te halen en dan ook nog positief te blijven staan. Nou, dan vind ik jou ook best wel erg, heel erg knap hoor. En ik speel überhaupt niet zoveel Call of Duty. Ik ben niet zo'n Call of Duty fanboy. Dat ik gewoon constant Call of Duty speel. Ik speel het nou wel redelijk. Dus ik ben er ook niet meer echt zo slecht in als vorige maand. Dus ik speel echt amper Call of Duty. Ik speel het alleen voor Road to Gold in principe. Ik speel dan ook wat opwarmingsrondjes. Ik word er wel beter in. Maar dit is mijn tweede Call of Duty, jongens. Ik heb MW3. Dat is, toen ik dat voor het eerst, dat was helemaal dramatisch. Dus dat ik al gewoon zo doe in Black Ops 2. Want wel, moet je even kijken. De King77NL, hè. Die heeft vanaf het begin van Call of Duty het al gespeeld. Geen wonder dat hij er zo goed in is. Het is gewoon, als je meer Call of Duty speelt. Kijk, want ik snapte van MW3 ook zo helemaal niks van de wapens en alles. Nu snap ik het gewoon een beetje. En hier haal ik mijn Stealth Chopper en een AGR. Het is best wel derpie, want wel, ik probeer die AGR altijd constant neer te gooien. Alleen het gaat steeds mis. Dus ik ga nu echt gewoon zo vaak dood. Anders was het een wat 30 om 6 geweest of zo. Ik weet niet hoeveel ik straks sta, maar... ja, als ik gewoon dit ding meteen had neergepleurd, dan was het nooit gebeurd in principe. Qua ja, devs en zo. Maar goed, dus ik hoop gewoon dat als jullie gewoon voortaan een dislike achterlaten onder wat video's, dat jullie daar gewoon even in de comments gaan achterlaten waarom. Gewoon, als je gewoon alleen al zegt waarom, ja, dan help je mij gewoon al een ja, enorm eind verder in het verbeteren van de video's. Want als jij gewoon gaat disliken, om deze reden, kijk, ik kan geen gedachten lezen. En als jij een dislike achterlaat, dan zal ik mijn best doen om het voor iedereen gewoon het beste te doen. En ik ben dus ook van plan om gewoon wat meer met mijn subs te gaan doen, meer op Skype. Ik ga, by the way, het in de zondagvlog hebben over mijn facecam shit. Dus kijk daar even naar uit. Maar ik ga dus gewoon mijn best doen om in principe gewoon mijn video's voor iedereen gewoon leuk te laten lijken. En gewoon...
leuke commentaries neer te zetten. Ik kan niet altijd iedereen blij stellen. Dat kan geen enkele commentator. Ik weet nog wel dat de Kick77NL allemaal voor die commentaries maakte over dat hij Black Ops 2 aan het afzeiken was. Dat is zijn mening. Dus ik vind ook niet dat je daar überhaupt gewoon over mag oordelen in principe. Dat is gewoon een mening. Hetzelfde geldt toen die haat was in de community. Dat was zo rond de kerst volgens mij. Het was gewoon niet normaal. Iedereen kreeg gewoon haat. En dan heb ik gewoon zoiets van... maar er werd nooit in de comments gezet in principe waarom. En ik heb al wat gelezen en er werd steeds gezegd, je bent lelijk, je bent stom, je bent een hoer, je bent een pedofiel. En dan heb ik gewoon zoiets van, dat zijn geen redenen. Dus ik kom dan ook gewoon met redenen aan zitten en anders dislike gewoon niet. Want dan heeft niemand anders er ook wat aan. Als je gewoon zegt, ik vind deze video slecht en ik ga disliken. Ja, maar waarom vind je die video dan slecht? En vinden meer mensen die video's dan slecht? Je kunt wel allemaal dislikes gaan achterlaten. Maar als ik niet weet waar het aan ligt, kan ik er ook niks aan doen. Snap je? Dus ik vind het helemaal niet erg dat je dislikes achterlaat. Want wel vind je de video duidelijk niet leuk. Maar als je gewoon dislikes gaat achterlaten om het feit van ik kan een dislike doen, dan doe het gewoon niet. Want dan heb je alleen maar... jezelf er niet echt mee. Want wel niemand die boeit dat gewoon überhaupt gewoon ook iets. Ja, mij boeit dat wel. Want wel, hoe meer likes, hoe groter ik groei, zeg maar. En wel eens naar mijn video kijken, dan heb ik wat dislikes. Kijk, dan heb ik altijd zoiets van, Maar goed, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik heb denk ik mijn punt over de dislikes wel duidelijk gemaakt. Jullie zien nou even zwart beeld. Maar goed, ik hoop dat jullie even gaan abonneren. Even liken. En even een leuke comment achterlaten met jouw mening over deze gameplay. En wel jongens, ik hoop dat jullie mij even gaan volgen op Twitter, @shadowgames23. Misschien ga ik er nog wel wat in doen in mijn outro, ik weet het niet, misschien zelfs wel op mijn YouTube-page binnenkort, dat weet ik allemaal niet, maar volg mij gewoon even op Twitter, @shadowgames23, je helpt mij er enorm mee, want wel je ziet updates, en volg mij even op Instagram, jawel Instagram, want daar post ik vanaf nu alle foto's op, want dat wil niet meer op mijn Twitter, want mijn mobiel is gewoon zo gehandicapt, dus volg mij op Instagram, shadowgames23, en volg mij op Twitter, shadowgames23, en wel, dan zie ik jullie later, dus later met z'n...